Vragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ik heropen de vergadering en ik verzoek de bode om de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag, meneer Blokbol. Fijn dat u bij ons bent. U bent hier bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Welkom bij dit verhoor. U wordt gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. We zullen u een aantal specifieke op de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gerichte vragen stellen. En het verzoek is of u daar helder en specifiek op wil antwoorden. En misschien ook, dat is ja, misschien toch wel goed om het gebruik van afkortingen, dat is ook een ding. He, daar kijken veel mensen mee, dus ik vraag u ook om in dat opzicht duidelijk te spreken of dingen uit te leggen. Ja. U bent van, dan moet ik het goed zeggen, juli 2010 tot 1 december 2016 werkzaam geweest als algemeen directeur van de Belastingdienst. In dit verhoor stelt de commissie u vragen over de werkwijze van de CAF-teams, signalen van de werkvloer over de fraudeaanpak en het MT-fraude bij de Belastingdienst en ook nog een aantal andere onderwerpen. Ik zei het al, het verhoor wordt onder ede afgelegd. Wilt u de eed of de belofte afleggen? De belofte. De belofte. Nou, dan zegt u met die belofte dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Ik wil u vragen om te gaan staan en om mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan kunt u weer gaan zitten en dan staat u onder ede. Ik heb begrepen dat u geen position paper hebt ingediend, maar dat u wel een openingsverklaring wil afleggen. Ja. En ja, wij willen u vragen om dat in de tijd te maximeren tot op ongeveer 2 minuten. Ja. En ik wil u nu de gelegenheid stellen, om die openingsverklaring af te leggen. Dank u. Ik wil graag aangeven dat ik hier zit met een enorm dubbel gevoel. Aan de ene kant een trotse oud-baas van de fiscale uitvoering in Nederland, waar ik het gevoel heb dat wij met veel collega's mooie dingen hebben gedaan op dat gebied. En tegelijkertijd wordt dat gevoel enorm overschaduwd door alle verhalen die ik lees over ouders en de ellende die zij hebben meegemaakt. En in die zin zit ik hier met een enorm dubbel gevoel. Dat was het enige wat ik u vooraf zou willen meegeven. Dank u wel. Dat was kort, maar krachtig. Dank u wel. Dan gaan we nu beginnen met het verhoor. En dat verhoor dat zal u door u worden afgenomen worden door mevrouw Leijten en de heer Van der Lee. En aan het eind zal wellicht de heer Van Aalst ook nog een aantal vragen aan u stellen. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Meneer Blokbol, u bent in 2010 begonnen bij de Belastingdienst. Daarvoor werkt u bij de IND. Kunt u even vertellen waarom u van de IND naar de Belastingdienst bent toegegaan? Ik heb in mijn loopbaan een aantal stappen gemaakt. Eerst bij Sociale Zaken gewerkt, daarna bij Verkeer en Waterstaat, bij Rijkswaterstaat, daarna bij de IND. En aan de ene kant was er een logica dat ik na een bepaalde termijn een bestuursfunctie hebben weer een keer in een hele ander domein zou gaan functioneren. En tegelijkertijd was de Belastingdienst op zoek naar iemand die de leiding zou krijgen over wat toen nog heette de belastingregio's. 13 regio's die met elkaar fiscaliteit in Nederland uitvoerden. Voor mijn tijd hingen die rechtstreeks aan een directeur-generaal en daarvan was het beeld dat het goed was dat daar een algemeen directeur zich met name met die fiscale uitvoering bij zich ging houden. En u bent ook door de toenmalige directeur-generaal aangenomen? Ik ben door een selectiecommissie beoordeeld naast een aantal andere kandidaten en uiteindelijk aangenomen door DG en SG. Kunt u de structuur van de organisatie beschrijven? Ja. Hoe was die ook in relatie tot andere directeuren? Ja.
De Belastingdienst, zoals ik u zei, bestond uit 13 belastingregio's die met mij voor het eerst een algemeen directeur kregen. Naast deze constructie, de fiscale uitvoering in Nederland, waren er een aantal onafhankelijke organisatieonderdelen. De FIOD, het strafrechtelijk deel van de Belastingdienst, de douane, toeslagen en een aantal ondersteunende diensten, met name op ICT-gebied en belastingtelefoon. Daarnaast ook nog een centrale administratie. En deze onderdelen hadden allemaal een eigen directeur. Ja. En u zat samen in het managementteam Belastingdienst. Klopt. Er was een kleine nuance. De douane had een algemeen directeur en de belastingen kregen dus ook een algemeen directeur. En daarnaast waren er een aantal directeuren. Dat geheel hing onder één directeur-generaal. En dat was de Belastingdienst in brede zin. Werd er bij uw aanstelling ook al gesproken over de fraudeaanpak en de gewenste fraudeaanpak? En was dat nadrukkelijk een taak die ook op uw bordje zou komen te liggen? Fraudebestrijding was een onderdeel van het fiscale palet. Tegelijkertijd werd er heel erg nagedacht in de zin van handhavingsregie. Waarbij dus alle instrumenten die er zijn om burgers en bedrijven te helpen, maar ook te dwingen zich aan regels te houden, onderdeel zijn van die brede handhavingsregie. Dat begint aan de voorkant met beleid en wetgeving die begrijpelijk is. Dan het goed uitleggen door een uitvoeringsorganisatie aan de Belastingdienst wat iemands situatie, rechten en plichten zijn. Het controleren van dingen. En daarna, op het moment dat er dingen niet in orde zijn, eventueel corrigeren of nog strenger op gaan treden. We komen straks nog even te spreken over de inhoud van het fraudebeleid. Ja. Maar dus, fraude is een onderdeel van dat brede palet. Ja. Nou speelde er zich in het jaar voordat u aantrad zich een zaak af, de appelbloesem. Waarin ook al de nodige media aandacht was voor het feit dat de ouders bij dat gasthouderbureau best wel in de problemen waren gekomen. Bent u al in uw eerste jaar als algemeen directeur van de Belastingdienst ook met die zaak geconfronteerd geweest? Ik ben ermee geconfronteerd in de zin dat collega's van mij daarover spraken. Ja. Ik heb u net uitgelegd, toeslagen is een apart organisatieonderdeel. Tegelijkertijd praat je natuurlijk over elkaars werk als er in de Rotterdamse haven dingen gebeuren bij de douane, dan hoor je dat. Hè? Dus in die zin heb ik van deze zaak gehoord, absoluut. Ja, die zaken rond de appelbloesem leiden, zoals ik al zei, tot de nodige aandacht, ook in de politiek. Ja. In 2011 leidde dat ook tot een Kamerdebat, het indienen van een motie De Mos, die heel nadrukkelijk vroeg om de fraude die was ontstaan bij het bureau niet te verhalen op de ouders. Kunt u zich dat moment nog herinneren? Nee. En daar had u ook geen directe betrokkenheid bij? In die zin zit fiscale wetgeving en die hele wereld zat dus in mijn gebied. Dit beluisterde ik. Ik heb daar ook, ik hoorde daar collega's met elkaar over praten. Ik heb natuurlijk in die zin daar kennis van. Maar dat debat heb ik bijvoorbeeld niet zelf gevolgd. En de motie ken ik dus ook niet. Nee. Registreerde u wel dat er al sprake was van een vrij stevige aanpak bij toeslagen als het ging om kwestie? Ja. Zeker. Dat stond op uw netvlies? Zeker. Okay. Kom ik straks nog wel op terug. Naast het feit dat er dus al bij toeslagen en ook andere onderdelen natuurlijk gekeken werd naar de fraudeaanpak, is het zo dat er zich ook andere ontwikkelingen voordeden. We hebben genoemd, of in de eerdere verhoren, de kwestie rond de Bulgarenfraude. Ja. Maar er was ook een andere fraude rond Groningen, die idee geweest. En dat leidde in mei 2013 tot de oprichting van een managementteam fraudebestrijding. Kunt u uitleggen waarom dat team werd geformeerd? Zoals u zei, de zogenaamde Bulgarenfraude heeft veel aandacht
op fraudefenomenen opgeleverd. Er is natuurlijk altijd sprake geweest van fraudebestrijding binnen de Belastingdienst. Tegelijkertijd, zowel politiek als binnen de organisatie als in de pers, was er rondom de Bulgare fraude zeer veel aandacht. En daar hebben wij ook het beeld aan overgehouden dat we meer moesten gaan doen aan fraudebestrijding. Dus in het totale werkpakket van dienstverlening, gewone controles, voorlichting, allerlei andere dingen, kwam er echt wel meer focus op fraudebestrijding. En in die zin is er dus ook een speciale vergadering van het managementteam van de Belastingdienst in het leven geroepen, die specifiek over fraudebestrijding ging. Weet u nog wie dat idee had om een apart team? De DG, Peter Veld. De DG nam het initiatief tot het formeren van het managementteam fraudebestrijding. Ja. Wat was nou het exacte doel van dit managementteam? Zoals ik zei, een Belastingdienst lijkt een hele grote organisatie, is een hele grote organisatie, 30.000 man. Tegelijkertijd zullen er voortdurend keuzes moeten worden gemaakt in het werk. Hoeveel handhaving, hoeveel voorlichting, hoeveel dienstverlening. Ja, dus in die zin is er een prioritering van werkzaamheden. De discussie rondom de Bulgare fraude heeft opgeleverd dat de DG heeft aangegeven dat hij wilde dat er extra focus kwam op fraudebestrijding. In dat nog steeds hele brede palet van alle dingen die we met elkaar deden. En dat was, daar invulling aan geven, was een van de dingen die in het MT fraude gebeuren. Besteden we er genoeg aandacht aan? Wat levert het op? Lopen we tegen problemen aan? Hoe doen we dat eigenlijk? En dit waren leden van het team, die kwamen uit het bredere managementteam van de Belastingdienst. Maar niet alle directeuren zaten in dat managementteam. Wie zaten daarin? In mijn beeld was het normale managementteam van de Belastingdienst met een specifiek onderwerp. Dus een verschijningsvorm van het managementteam van de Belastingdienst. Mijn herinnering. Als u me nu vraagt, zat de algemeen directeur douane er altijd bij, dan moet ik heel hard in mijn herinnering gaan graven en dan weet ik dat niet heel zeker. Nou, we hebben een aantal stukken gevorderd en dan vallen ons wel een aantal zaken op. Okay. En allereerst, als ik daar mag beginnen, hoe verliep de besluitvorming in dat managementteam? Was daar besluitvorming? Nee, überhaupt het managementteam van de Belastingdienst in brede zin is geen operationeel overleg. De aansturing van operaties in de verschillende delen van de organisatie gebeurt door directeuren of algemeen directeuren. Het managementteam als geheel is iets waar met name richtingen werden besproken, waar met elkaar de vertaling werd gemaakt naar wat er buiten gebeurt en de vraag, doen we daar genoeg aan? Het is dus niet iets waar tot op operationeel niveau de organisatie day-to-day gestuurd wordt. Dus u stelt, daar werden geen besluiten genomen? Het was Er werden echt wel besluiten genomen, maar niet over alle productie, over alles wat er in de organisatie gebeurde. Dus er was wel sprake van besluitvorming? Zeker. Ja, uit de stukken die wij gevorderd hebben blijkt dat de deelnemers van dat fraude-team of managementteam daar toch een heel verschillende herinnering aan hebben. Ja. Dat sommigen expliciet zeggen, ja, er vond geen besluitvorming plaats, want dat was voorbehouden aan het echte managementteam Belastingdienst. En anderen hebben daar weer een andere indruk bij. Kunt u dat verklaren? Nee. Ik geef u dus mijn beeld. Ja. Mijn beeld is, er is een managementteam van de Belastingdienst, hoogste orgaan, DG als voorzitter. Er wordt ons gevraagd om, naar aanleiding van de Bulgare fraude, additionele attentie voor het onderwerp fraude te hebben. Er komt een specifieke bijeenkomst van dat managementteam met dit eigenlijk als dominant agendapunt. Mijn beeld, als je daar met elkaar een besluit neemt, zit de DG aan tafel, dan is dat een besluit. Maar werd het ook als zodanig benoemd? U was bij die vergaderingen. Als daar een besluit genomen werd, dan zou ik het voor mij als besluit zien. Want mijn DG zit aan tafel, dan hebben we daar iets besloten. En zo werd dat ook door de DG geformuleerd en vastgelegd in de verslagen?
Ja. Mijn herinnering, ja. Ja. Vanuit welke definitie van fraude werkte eigenlijk het managementteam? Fraude is een begrip wat echt hele zorgvuldige afbakening vraagt. En als je kijkt naar de manier waarop we in Nederland omgaan met het voldoen aan verplichtingen, dan noemde ik u net al het woord handhavingsregie. Dat is een ongelooflijk belangrijk element in dat denken. Dat betekent dat er zijn verplichtingen voor burgers en bedrijven in Nederland, wettelijk vastgelegd. Het is belangrijk dat burgers en bedrijven weten wat voor verplichtingen zij hebben. Dus het zal eerst uitgelegd moeten worden. Daarna zullen mensen in staat moeten worden gesteld om aan die verplichtingen te voldoen. Dienstverlening, hoe kan u bereiken, wat voor formulieren zijn er, websites, digitale dingen. Daarna zal er controle plaatsvinden. Hebben mensen aan hun verplichtingen gedaan? En daarna komt een ontzettend belangrijke vraag. Als er iets niet klopt, is een van de belangrijkste vragen, is dit nou een fout of is dit opzettelijk? Is dit niet kunnen of is dit niet willen? En als u in de fiscale hoek kijkt, dan zult u zien dat als er een fout wordt geconstateerd, dat in 99 van de 100 gevallen, denk ik dat ik mag zeggen, zal leiden tot een correctie. Ja, er is een fout gemaakt in een fiscale situatie, in een aangifte. De inspecteur is het niet met u eens en die corrigeert. Dan heeft dus die inspecteur de afweging gemaakt, ik zie iets waar ik het niet mee eens ben. Is dat nou opzettelijk of is dat een interpretatieverschil? En in het algemeen zie je dat het grootste aantal dingen waar een burger of een bedrijf niet aan verplichtingen voldoet, leidt tot een correctie. Op het moment dat het oordeel is dat dit niet per ongeluk is, dat er sprake is van opzet, dan is er nog een grotere tweedeling. Dan hebben we de zaken waar de inspecteur of de verantwoordelijke het beeld heeft, dit is passend om hier een correctie met bijvoorbeeld een boete op te leggen. Op het moment dat er verdergaande achtergronden vermoed worden, dan gaan we het hebben over fraude. En dan komt die afweging, is dit nou nog bestuursrecht of gaat dit naar strafrecht? Dan komt eventueel de vraag of de FIOD ingeschakeld gaat worden samen met de hele strafrechtketen. Dus fraude is echt een heel duidelijk geduid begrip wat heel ver aan die zijkant zit van het beoordelen van handelen van burgers en bedrijven. En is het naar uw oordeel dan ook cruciaal dat ook het oogmerk om bijvoorbeeld een toeslag te verkrijgen en daarbij frauduleuze handelingen te plegen, dat dat oogmerk ook moet worden aangetoond in een fraudeaanpak? Ja. Ja, dat is voor in mijn denken, in ons denken, is dat de hoofdvraag. Doet iemand het niet goed omdat hij het niet wist? Is dit een per ongeluk of is dit opzet? Is er kwade wil? Ik heb uit de verslagen die we hebben gezien van het managementteam fraude ook gezien dat u vaker het punt maakt. Ja, het gaat nu niet om de individuele gevallen. Ik wil fraudepatronen aanpakken. Mm-hmm. Wat bedoelde u daarmee? Twee dingen. Misschien dat ik even een stapje terug mag maken, hè, want we hebben het gehad over het feit dat er dus na de Bulgare fraude aandacht kwam, meer attentie van ons gevraagd werd voor fraudebestrijding. Tegelijkertijd zijn er in die tijd ook veel signalen van onze werkvloer gekomen dat we eigenlijk niet goed in staat waren om fraudes aan te pakken in onze normale manier van werken. Belastingdienst hele grote hoeveelheden aangiftes, aanslagen en op het moment dat je dat gebruikt als ingang om te zoeken naar fraude, om eventueel fraude te detecteren, dan moet je dus honderdduizenden aangiftes door en elke keer kijken of er sprake zou zijn van een fout of fraude. Daar komen we nog op. Ja, dat is qua capaciteit nauwelijks uitvoerbaar.
En daar kwamen geluiden van onze werkvloer die zeiden van ja, maar op het moment dat we zien dat er ergens een fraude plaats heeft gevonden en er is daar een kwaadwillende intermediair mee betrokken, dan is het toch iets waar we ook naar de intermediair moeten gaan kijken, niet alleen naar het burger of bedrijf die de aangifte heeft gedaan. Op het moment dat we daar gaan kijken, zou je dan niet het moeilijker maken om malafide dingen te doen, als je ook naar de intermediair kijkt en die eigenlijk probeert het werken onmogelijk te maken om nog meer fraudes te plegen. Op dat moment ga je dus hebben over fraudepatronen. Wie organiseert dit nou eigenlijk? Wie zit daarachter? En kunnen we daar het moeilijker maken om die fraudes te continueren? Helder, we gaan. En dat leidt dan waarschijnlijk vervolgens tot het idee om het combi-team aanpak facilitators op te richten. Daar gaat mevrouw Leijten zo met u op door. Ik wilde nog even stilstaan bij de visie op fraude aanpak. Ja. En werd die nou gedeeld door alle onderdelen en ook door toeslagen? Zaten zij op dezelfde manier in de visie op hoe je naar fraude moest kijken als u net had geschreven? U heeft mij, als u de verslagen van het MT Fraude heeft gelezen, heeft u mij daar een waarschuwing horen uiten. Wat wel is uitgelegd als de 80-20. Misschien dat ik daar mijn beeld bij kan geven. Misschien is het goed om even uit te leggen dat met 80-20 wordt bedoeld. Ja. Gaat u gaan. Sorry. Ik heb altijd als enorm belangrijk opletpunt bij dat zoeken naar malafide facilitators gezien het feit dat als iemand als burger of bedrijf een intermediair zou hebben gehad die frauduleus handelt, dat daarmee niet automatisch duidelijk is, vaststaat dat die burger of dat bedrijf ook fout gehandeld heeft. Dat betekent dus dat als je een malafide facilitator vindt, dan heeft hij een klantenpakket. Dan zal je nog steeds stuk voor stuk al die klanten zelf moeten gaan beoordelen om te kijken of daar wel of niet sprake is van frauduleus handelen. Je kan niet zeggen, u heeft zaken gedaan met iemand die niet oké is, dus u heeft daarmee ook een fout gemaakt. Dat is de waarschuwing die ik heb geuit. Kijk nou uit dat we niet het zoeken naar een malafide facilitator vereenzelvigen met het feit dat er dan met dat klantenpakket automatisch ook iets aan de hand is. We komen nog even apart te spreken over die 80-20, want dat heeft een hele geschiedenis, denk ik. Oké. Want nu zegt het heel veel mensen niet, welke 80 en welke 20. Nee. Maar wat ik dan toch nog wel even wilde weten, is die waarschuwing, en dat is eigenlijk een waarschuwing voor nevenschade, als ik dat woord mag gebruiken, dat mensen misschien de dupe kunnen worden van een fraudeaanpak, omdat een intermediair in uw termen fraudeleus handelt, maar in termen van de wet op de kinderopvang ben je als ouder verantwoordelijk. Nee. Dat je daar ook ben je goedwillend schade van kunt ontvinden. En u heeft gezegd, ik heb daar dikwijls voor gewaarschuwd, maar wat zei in dit geval dan de directeur toeslagen daar dan over in het managementteam? Deze discussie is plenair gevoerd en is ook als logisch gezien. Natuurlijk kan je niet zomaar omdat iemand een intermediair heeft die ergens fraude heeft gepleegd, zeggen dat daarmee ook de klanten fraude plegen. Kijk, en u was zich bewust van dat risico dat zou ontstaan als u op basis van fraudepatronen intermediairs als doelwit worden gekozen. Ja. Maar heeft u zich toen ook verzekerd van dat er voldoende waarborgen waren dat die risico's niet of zo min mogelijk zich zouden voordoen? Als we dadelijk gaan hebben over de werking van het CAF, hoop ik dat soort waarborgen daaruit kunnen. Dan stel ik u nog één andere vraag en dan gaat mevrouw Leijten daarop door. En wij hebben ook geconstateerd dat de nieuwe ambtelijke top, dus na het vertrek van de heer Veld en de heer Blankenstein, pas in het voorjaar van 2019 erachter komt dat er een managementteam fraude heeft bestaan. Kunt u verklaren hoe dat kan? Ik heb in de zomer van 2016 de organisatie verlaten. Ik heb geen idee. Ja. Maar begrijpt u dat wij het merkwaardig vinden dat de ambtelijke top een aantal jaren niet eens weet
dat er een fraudeteam waar u onderdeel van was, bestaan heeft? Ja. Ja. Werden de verslagen van het managementteam op een goede manier gearchiveerd? Ik neem aan van wel. Ja. In die zin, managementteamverslagen werden wekelijks verspreid in conceptvorm. Op het moment dat daar opmerkingen over waren, kon er over in een volgende vergadering op een concept gereageerd worden. En daarna werden verslagen vastgesteld. Ja. Oké, ik ga even door met mevrouw Luijten. Als ik even terug kan komen op dat instellen van het managementteam fraude. Ja. Dat was eigenlijk een nieuw soort besluitvormend orgaan op het moment dat het ook duidelijk was dat fraudebestrijding ook door de aandacht met de Bulgaren fraude belangrijk werd geacht. Dat heb ik toch juist begrepen. Ja. Ontstond er toen ook een sfeer, als het ijzer heet is, moet je het smeden? Zeker niet aan de fiscale kant. Oké. Okay. Want u heeft het over, het managementteam was om additionele attentie te hebben op fraudebestrijding. Ja. Hoe ziet dan additionele attentie er precies uit? Zoals ik zei, de Belastingdienst heeft altijd aandacht voor fraude gehad. Constructiebestrijding, allerlei dingen die al decennia lang gebeuren. Maar laat ik u even helpen, want ja. U heeft al gezegd, er was al fraudebespreiding, dat managementteam fraude, er was eigenlijk een bundeling daarvan, uitwisseling. Ja. En in de verschillende directies moest dat worden uitgevoerd. Maar het klopt toch dat het managementteam fraude ook ging over een soort van model van jezelf terugverdienen. Dus het inzetten op fraudebestrijding, dat levert ook wat op. Ik moet even heel goed in mijn herinnering graven. Mijn beeld is dat er discussies zijn geweest over additionele capaciteit voor fraudebestrijding en dat daar business cases zijn gemaakt om te kijken of die additionele capaciteit gefinancierd kon worden. Wij hebben een managementverslag van 28 mei 2013 waar dat ook echt als focus is en dat het ook opgeleverd moet zijn voor Prinsjesdag. Ja. Weet u nog dat dat toen is goedgekeurd? Volgens mij zijn er business cases rondom additionele capaciteit fraudebestrijding besproken met inspectie Rijksfinanciën. Dat is mijn herinnering. Ja. In diezelfde tijd wordt ook het combi-team aanpak facilitators, CAF, ingesteld. Was dat CAF-team onderdeel van die business case? Met andere woorden, zou ze bepaalde opbrengst genereren voor dat soort van terugverdienmodel? Mijn herinnering is van niet. Kunt u dan aangeven waar precies het idee vandaan kwam om die organisatoren van fraude aan te pakken? U heeft er net iets kort over gezegd. Waar kwam dat idee vandaan? Ja. Het was al langer gebruikelijk dat als er specifieke aandacht op een aspect gegeven moest worden binnen de Belastingdienst, dat je eigenlijk probeert je staande organisatie zoveel mogelijk ongestoord te laten werken en een aparte groep bij elkaar te zetten die specifiek op dat onderwerp aandacht gaat geven. Dus er is een soort van team, een soort van fraudeteam, die richt zich daarop en de rest van de organisatie doet het gewone vaststellen, controleren van aangiftes, toekennen van toeslagen. Ja. Aantal voorbeelden daarvan, als ik die mag noemen. Fraude met de import van auto's, BPM-fraude, BTW-carouselfraude, de Panama Papers. Er zijn dus een heel scala aan onderwerpen waarbij iets naar boven komt, een bepaalde manier van frauderen of een bepaald patroon. Gebruikelijk is dan om een aantal deskundigen bij elkaar te zetten. Zeggen, zoeken jullie nou helemaal uit wat daar gebeurt? En tegelijkertijd de behandeling van het klantenpakket vooral in de lijn te houden. U vroeg mij al over checks en balances. Misschien dat ik daar hier Ik zou even terug willen gaan naar dat idee. Ja. Hè? Want u heeft dat managementteam fraude. Er zitten verschillende disciplines bij elkaar. Verschillende disciplines die doen aan eigenlijk ook het kijken van waar zit een soort van systeemfraude. Klopt. Hè? Iemand die dat kan organiseren.
Kunt u aangeven wat de rol was van de toenmalig DG, de heer Veld, bij het opzetten van het CAF-team? Ja, zoals ik zei, er kwamen rondom die Bulgarenfraude signalen vanuit onze werkvloer. Dat is belastingdienstbreed dan? Belastingdienstbreed, in dit geval specifiek vanuit de fiscale hoek en vanuit de medewerkers van de FIOD. Die zeiden, wij zien dat er georganiseerde fraudes zijn, waarbij dus een intermediair eigenlijk belangrijk is om die fraude te organiseren. Oké, en toen kreeg dat CAF-team zijn beslag. Ja. En toen was u de verantwoordelijk bestuurder? Ik was de huisbaas van het CAF-team. Het huisbaas van het CAF-team, kijken ze aan. En de heer Van der Vlist, van de FIOD, die was dus ook een belangrijke inspirator, speelde die nog een rol binnen dat CAF-team? Nee, die was een van de mensen die zei dat hij die signalen van zijn medewerkers ook kreeg. En we dus zeiden van eigenlijk doen we daar op dit moment nog niks aan. Er is geen gestructureerde aanpak om dit soort malafide tussenpersonen om die eigenlijk het handelen onmogelijk te maken. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het CAF-team. Oké, dus uit het managementteam wat tegelijkertijd bezig is met zo'n financiële terugverdienopdrachten te formuleren, wordt dat combinatieteam aanpak facilitators gemaakt, hè? Eigenlijk die bron. Daarin zitten de verschillende disciplines, dus dat CAF-team gaat ook over de verschillende disciplines. Deed onderzoek op het terrein van de FIOD, deed onderzoek op het terrein van de gewone belastingdienst, onderzoek op het terrein van de toeslagen. Hoe moet ik dat precies zien? Ik zou het anders formuleren. De insteek van het CAF-team was dus facilitators. Mm-hmm. En zij krijgen eigenlijk informatie vanuit verschillende delen van de organisatie. Vanuit medewerkers van de FIOD, vanuit medewerkers van de Blauwe Dienst, de Fiscale Dienst. Op het moment dat die in hun reguliere werk het beeld hadden, ik kom hier iemand tegen die handelt als een malafide intermediair, dan wisten zij nu dat ze zo'n signaal kwijt konden bij het CAF-team, dat de betrokken medewerker dus door kon met zijn normale werkzaamheden en wist dat er aandacht was voor die intermediair. Oké, die signalen, daar kom ik zo op terug. Maar als ik het even samenvat. U stelt samen een managementteam fraude. Daar komt dat CAF-idee uit, dat wordt geëffectueerd. Dat gaat functioneren, zodat alles gewoon door kan gaan binnen de Belastingdienst. En mijn laatste vraag daarover is, hoe is de staatssecretaris geïnformeerd over het instellen van dat CAF-team? Ik denk dat u die vraag aan de DG moet stellen, want in mijn beeld is de DG degene die de staatssecretaris geïnformeerd heeft. Oké. Dat is dus, mijn beeld. Oké, prima. Ik wou even naar de werkwijze toe gaan, want u zei ook van er zijn signalen in de organisatie, die worden dan aan het CAF-team gegeven en die gaan daarmee aan de slag. Kunt u aangeven hoe die startsituatie waren? Waren dat actuele signalen, oude signalen? Rondom de Bulgarenfraude kregen wij dus als bestuurders van de dienst de reactie van onze medewerkers van ja, we hebben al langer dingen gezien. Er lagen eigenlijk dingen op de plank. Ja. Ja, oké. En dat werd aan u teruggekoppeld, hè? Want u was de huisbaas van het CAF-team. Ja. En werd dat dan dagelijks of wekelijks? Hoe ging dat? Ik had in het begin 2 wekelijks contact met de verantwoordelijke van het CAF-team, met het beeld, hebben jullie voldoende capaciteit? Ben je van wal gekomen? Ben je met je werk begonnen? Waar loop je tegenaan? Dus in die zin, de vraag, is zo'n aanpak iets wat begint te werken? En als het dan ging over de echte casussen specifiek, wat kom je tegen? Hoeveel mensen zijn er mogelijk mee gemoeid, hè, als het gaat over iemand die dat organiseert? Ja. Was u op dat detailniveau op de hoogte? Nee. Wij komen in de gevorderde stukken weekverslagen CAF tegen. En die gaan heel specifiek in op, hier is onderzoek naar gedaan, gastouderbureau, zoveel klanten heeft u. Maar wie waren die weekverslagen dan precies? In ieder geval niet voor mij. Niet voor u, ook niet van u? Nee. U was de huisbaas van het CAF-team? Ja. Ja.
Wie maakte dan weekverslagen voor wie over de kafwerkzaamheden, denkt u? Wij proberen natuurlijk dat te onderzoeken. Hè? We hebben heel veel dingen gezien. Er zijn dingen openbaar in WOP-verslagen natuurlijk. Ja. Maar ook hebben wij dingen gekregen. We hebben ook vernomen dat u zelf gezien heeft, of in ieder geval voorbereiding heeft gehad op de stukken die wij ook hebben kunnen bestuderen. Mm-hmm. Ja. En daar zitten die weekverslagen tussen. Die zijn heel specifiek. Op data, locaties, onderzoeken, personen. En ik vind dat zo interessant om te weten wie maakte die verslagen nou precies. En voor wie? Voor zover ik weet maakt het CAF-team zijn eigen weekverslagen. Ik denk voor de leden van het team zelf. Niet voor de huisbaas? Nee. Op 3 februari... Zou ik, ik vind dat vreemd, kan ik u zeggen. Mag ik hier... U mag dat. Ja. Individuele fiscale zaken werden ook nooit met mij besproken. De inspecteur is onafhankelijk. Ik praatte nooit met een inspecteur over een individuele zaak. Nee, dat snap ik, hè. Als het over iemand gaat en die heeft wellicht een verkeerde berekening doorgegeven van zijn eigendom. Ja. Dat snap ik. Maar er wordt een CAF-team ingesteld. Ja. Er wordt ook gesproken over de fraude aanpak. Ja. Moet zichzelf op bepaalde mate terugverdienen. U bent daar de huisbaas van. Ik kan mij voorstellen dat u wel degelijk, en u niet alleen, ook de secretaris of de directeur-generaal, de mensen die verantwoordelijk zijn voor, gaat dit werken? Dat die willen weten hoe dit precies zit. Ja. Dus daarom was ik benieuwd naar die weekverslagen. Ja. Maar een ander punt. Een half jaar na het instellen van het CAF-team wordt het CAF-team geëvalueerd in het managementteam fraude. Ja. Weet u nog wat daar precies de afdronk van was? Of eigenlijk de blik op het CAF-team was toen? Daar was een positief beeld over de werkzaamheden van het CAF-team. En daar was zelfs een aantal mensen die voorstander waren om deze aanpak uit te breiden. En uiteindelijk is dat niet gebeurd, is de conclusie geweest. Laten we het houden bij de aanpak zoals die er nu is, met de intensiteit zoals die er nu is. Als u de reden daarvan wil weten, dan kan ik daar nader op ingaan. Maar dat was de afdronk. Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is de uitspraak die u daar doet. Ja. En eigenlijk de blik die u daar geeft. Ja. Is dat deze handhavingsstrategie in reguliere werkzaamheden bij de Belastingdienst veel tijd kost. Ja. Maar dat de CAF, dat aparte team waar u de huisbaas van was, sneller was. En bewust de grenzen van de mogelijkheden opzocht. Ja. Kunt u aangeven wat dat precies betekent? Ja. In de normale werkzaamheden van de Belastingdienst speelt handhavingsregie dus een hele belangrijke rol. Elke keer zoeken naar de vraag, is dit nou omdat iemand iets niet goed begrijpt? Is het omdat... Maar we hebben het hier over CAF en CAF ging over die facilitator. Nee, klopt. En daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Helder. Dus de reguliere werkzaamheden van de Belastingdienst werden heel sterk gedomineerd door handhavingsregie. Goed nadenken wat je nu eigenlijk waarneemt in de maatschappij of bij een bepaalde burger of bedrijf, voordat je gaat handelen. Is dit nou meer voorlichting wat het op gaat lossen, of is dit een correctie, of is dit echt een bewuste fout? Daar werd serieus over nagedacht en dat heeft een bepaalde traagheid in zich. Bij het CAF-team was het beeld dat als er werd vastgesteld dat een facilitator echt malafide was, dat het belangrijkste was om te zorgen dat die facilitator niet door kon gaan met zijn werkzaamheden. Dat betekende dus proberen de facilitator het onmogelijk te maken om die fraude te blijven organiseren. En dan kon onafhankelijk daarvan, moest het hele klantenpakket wat de facilitator gehad had, moest beoordeeld gaan worden op de vraag, heeft deze individuele klant nou ook iets fout gedaan of niet? Maar dat vind ik eigenlijk wel gek, want u zei eerst, ik heb de hele tijd aandacht gevraagd voor het feit, als iemand klant is van iemand die we aanwijzen als malafide, dan hoeft dat helemaal niet voor die klanten te betekenen. Klopt. Maar u zegt hier, we gaan zorgen dat die speel in die fraude, die willen we neutraliseren, die mag zijn werkzaamheden niet meer doen. En daarna gaan we dat hele klantenbestand uitzoeken.
Dat was de werkwijze. Zeker? Zeker. Ik kom daar zo nog op terug. Ik was eigenlijk nog bezig met die evaluatie. Want zoals wij dat teruglezen in de reconstructie uit de stukken, is dat er wel degelijk een uitbreiding plaatsvindt. Zeker ook bij toeslagen. Ze hebben wel zorgen over de opvolging van bijvoorbeeld bezwaarschriften. Mm-hmm. Maar er wordt ook een productiestraat ingericht bij toeslagen. Hoe zag die er precies uit? Daar heb ik geen enkel beeld van. Oké. U was de huisbaas van het CAF-team. Productiestraat bij toeslagen. Ja, naar aanleiding van het CAF-team. Ja. Nee. Oké. Dus kan het dan zo zijn dat het CAF-team leidde tot zoveel werk dat er bij toeslagen een productiestraat moest worden ingericht? Dat was de conclusie. Ja. Dat was de conclusie. Maar kunt u dat dan uitleggen waarom dat dan zoveel werk opleverde dat die productiestraat werd ingericht? Als ik de vergelijking mag maken met de fiscale hoek. Nou, graag met toeslagen blijven als u wilt. Nee, want ik heb geen idee hoe intern toeslagen georganiseerd worden. Maar u zegt, ik weet wel degelijk dat het leidde tot die productiestraat. Daar vraag ik naar. Dus ik zou graag willen weten, want het is wel degelijk ook in het managementverslag terechtgekomen. Dat het een prima aanvulling is, die CAF, op de activiteiten van toeslagen. Dat het zo succesvol is dat ze een productiestraat in regelen. Kunt u aangeven waar dat voor nodig was? Nee. Dat kunt u niet aangeven? Nee, want... Dan gaan we dat navragen bij de directeur toeslagen. Ja. U was als algemeen directeur van de Belastingdienst niet... had u geen zicht op wat er dan bij toeslagen gebeurde en nodig was? Nee, zoals ik zei, je hebt op dat moment en de douane en de FIOD en toeslagen en het fiscale deel. En ik was algemeen directeur van het fiscale deel. Oké, dus op het moment dat er dan in dat managementteam wordt gezegd, we hebben 40 extra mensen nodig voor die productiestraat, dan kan dat zo zijn, maar dan valt dat niet onder uw verantwoordelijkheid. Klopt. Oké. Die aanpak die u net zei, hè, van we neutraliseren een facilitator. Dus iemand die u ziet als speel van fraude. En daarna gaan we dat klantenbestand aanpakken. Mm-hmm. Kunt u aangeven hoe dat precies in zijn werk ging bij toeslagen? Als dat CAF-team een zaak had wat toezag op toeslagen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Het CAF-team had geen bevoegdheden om... nog bij toeslagen, nog in fiscale zin, een individuele klant te behandelen. Dat betekent, hè, dat is een van de waarborgen, checks and balances, die er was ingebouwd. Het CAF-team onderzoekt signalen, kijkt of er inderdaad sprake was van een malafide facilitator. En het klantenpakket van die facilitator wordt in de staande organisatie, in de lijn, op de plek waar dat thuis hoort, daarna. Oké, dus het CAF-team had geen bevoegdheden, maar gaf het CAF-team wellicht wel adviezen? Over individuele klanten? Zeker, of een groep klanten die tot de facilitator die u in beeld had, hè, dus die organisator van fraude die u in beeld had, of het CAF-team in beeld had, hoorde? Ik kan u dat niet vertellen. Nou, wij hebben in de stukken een opdrachtformulier gevonden voor het stopzetten van de toeslagen in de CAF-11-zaak. Daarvan hebben wij vanochtend hier de advocaat van verschillende ouders gehad. Mm-hmm. En zij hebben niet alleen bij de Raad van State te horen gekregen dat dat natuurlijk onrechtmatig was, maar uiteindelijk heeft de heer Donner daarvan gezegd dat dat voor ingenomen handelen was. Ja. En dat was wel degelijk een opdrachtformulier van iemand van het CAF-team. Is dat vaker voorgekomen? Heb ik geen idee van. U was toch de huisbaas van het CAF-team? Ja, en de behandeling van alle individuele zaken was uitsluitend een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. Mag ik toch dan op dit punt vragen wat voor u het begrip huisbaas is? Want als ik huisbaas ben, dan... Ja. Wat is voor u een huisbaas? We zetten een aantal professionals bij elkaar in een aanpak die we vaker doen. Wat ik zei, BPM-fraude, Panama Papers, allerlei andere specifieke onderwerpen. Dan zetten we een aantal experts, professionals bij elkaar, die de klus krijgen om gericht onderzoek te doen naar dat thema.
Dat is iets waar zeer ervaren mensen gevraagd wordt om dat specifieke werk te gaan doen. En zoals ik u al zei, individuele zaken liggen als verantwoordelijkheid bij een inspecteur. Dat is niet dat hij over de inhoud van zijn zaak in de lijn rapporteert. De checks en balances zijn daar tussen inspecteur en vaktechniek. Nou, ik wil toch wel even aansluiten op de vraag die de voorzitter van de commissie ook stelt. Ja. Ik bedoel, als je nou huisbaas bent van een stel studenten en er zijn er een paar, ja, die maken daar echt een rotzooi van. Ja. Hè, die zijn altijd feestjes aan het bouwen en de rest kan niet slapen en daardoor niet studeren en niet functioneren. Ja. Dan grijp je toch in als huisbaas? Absoluut. Ja. Dan weet je toch wat er gebeurt in je huis? Absoluut. En u zegt, ik weet niet van een weekverslag en ik weet ook niet van opdrachten die zijn verleend door leden van het CAF-team aan toeslagen om in de zaak van CAF 11 alles stop te zetten. Nee. Maar u zegt tegelijkertijd, de operatie was wel zo dat we degene die we van fraude verdachten, die moesten we neutraliseren. Ja. Dus die moesten we uitschakelen. En dat doe je bij toeslagen door natuurlijk de klanten geen toeslag meer te geven, ja, want dan kunnen ze de kinderopvang niet meer betalen. Ja. U vraagt mij nu heel gericht en volslagen logisch veel vragen over de werking bij toeslagen. Als ik een heel klein zijstapje mag maken. Ik liet mij natuurlijk informeren door de landelijk directeur particulieren over zaken waarbij aan de fiscale hoek particuliere klantenpakketten behandeld werden. Dat waren de checks en balances die ik had. Douwe, hoe staat het met klantenpakketten die jij aangeleverd krijgt? En dat waren in de lijn de gesprekken waardoor ik het beeld had. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die fiscale hoek? En ik neem aan dat u aan Gerard Blankenstein zal vragen wat hij nou deed met de klantenpakketten die hij aangeleverd krijgt. Dat zullen we zeker doen. Ik ga terug op een klantenpakket waar u het eerder al over had, waarbij u uitging van de 80% van het klantpakket zal fout zitten. Ja. En dan komt 20% uit het klantpakket komt eigenlijk voor de wielen. De goede zullen onder de slechte lijden. Kunt u aangeven op basis waarvan dat was gebaseerd? Dit is de spreekwoordelijke 20% waarschuwing. Spreekwoordelijk, dus het was niet dat u onderzoeken had waardoor u wist. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat was een aanname. Toen we begonnen met de aanpak langs facilitators, heb ik dus de waarschuwing geuit voordat de aanpak überhaupt begon. Je mag niet het klant zijn bij een malafide facilitator vereenzelvigen met het zijn van een frauduleuze klant. Dat herhaalt u opnieuw, dat wat is wel gebeurd, hebben we natuurlijk vanochtend ook gehoord van de advocaat. Maar het gaat maar even over die 80-20, want dat staat op dat managementteam fraude, wordt dat gemeld. Deze aanpak zullen de goede onder de slechte leiden en dat is ongeveer 80-20. Hoe gaan we dat de politiek vertellen, is ook een onderdeel. Uiteindelijk is dat in een Kamerbrief terechtgekomen. En ik ben nou zo benieuwd, als u hier zegt, ja, dat was eigenlijk nergens op gebaseerd. Hoe kan dat dan in een Kamerbrief terechtkomen, dat 80-20, dat de lijn is? Ik neem aan dat mijn waarschuwing dan doorvertaald is naar dat niveau. Maar is het... De vraag of het een waarschuwing is, is natuurlijk, die kunnen we stellen. Hè? Vinden we het gerechtvaardigd dat je, als je 100% aanpakt, dat daarvan een vijfde onterecht aangepakt wordt? Ja, maar... Dat is een vraagstelling die moet je wegen. Het kan politiek relevant zijn, maar als dat een aanname is die niet gebaseerd is op iets wat blijkt uit onderzoek, dan kan het dus ook 50-50 zijn of 20-80. Absoluut, absoluut. Maar, okay. ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik het niet gelijk met uw vraagstelling eens ben. Wat ik heb gezegd is, kijk nou uit dat klantenpakket van begin tot eind, stuk voor stuk, allemaal individueel beoordeeld zal moeten worden. Of dan blijkt dat er niemand gefraudeerd heeft.
of 20% of 60%, dat zal een uitkomst zijn. Zeker. Dus het was een waarschuwing. Als we deze aanpak gaan doen, zal je het hele klantenpakket altijd moeten beoordelen. Dat kost heel veel capaciteit. En daar zit iets heel moeilijks in. Je zal de presumptie van onschuld moeten bewaken. Je zal echt moeten kijken, met een open blik, naar deze zaak. Ik vind uw waarschuwing interessant. Omdat u eigenlijk zegt, wij weten niet zeker dat als wij dus de organisator van fraude die we zien, die we vermoeden aanpakken, of de klanten ook frauderen, dat zei u net al, dat zul je individueel moeten uitvragen. Ja. Maar tegelijkertijd wordt eraan gekoppeld, we verwachten 80-20. En een vijfde van 100% die schade heeft, is toch wel wat anders dan bijvoorbeeld 4/5. Of 8 op de 10 personen of 2 op de 10 personen. Dat is natuurlijk. En dat verhaal van we moeten de politiek meenemen in 80 fout, 20 goed. Dat is wel relevant. En daarom vroeg ik u juist van op welke basis is dat gestoeld. U zegt dat was meer een waarschuwing, meer overdrachtelijk. Want uiteindelijk is dit natuurlijk voor politieke instemming voorgelegd. Terwijl u zegt, ja, het kan eigenlijk ook 100% zijn. Mag ik één stapje terug? U zegt dat de 20% schade heeft. Nee, slechte zullen lijden, dat ja, zei maar, u. Ja. Ja, maar zou ik daar dan toch even mogen proberen mijn beeld te geven? Daar waar je een klantenpakket gaat onderzoeken, is het in mijn ogen helemaal niet gelijk aan de orde dat iemand er schade aan heeft. Als een aangifte nog een keer, aangifte inkomstenbelasting, nog een keer bekeken wordt, heeft degene die de aangifte gedaan heeft daar echt heel weinig last van. Die merkt het niet eens. Nee, op het moment dat een toeslag wordt stopgezet natuurlijk wel. En dat is natuurlijk het onderdeel van wat wij onderzoeken. Ja. Ik ga tot slot nog even met u over de juridische inbedding van deze aanvliegroute bij CAF hebben. En dan geef ik het woord weer aan mijn collega, heer Van der Lee. Want het opzetten van zo'n nieuwe werkwijze vergt natuurlijk ook dat er juridische inbedding is. En binnen de Belastingdienst wordt dat vaktechniek genoemd. Hè? Hoe is de vaktechniek precies georganiseerd binnen de Belastingdienst, ook in uw tijd? Ja. Voordat ik binnenkwam was de vaktechniek, net zoals eigenlijk alle andere dingen, met name regionaal georganiseerd. En er waren wel landelijke vaktechnisch coördinatoren rondom specifieke belastingmiddelen. Dus iemand verantwoordelijk voor de omzetbelasting. Een van de dingen die er gebeurd is bij het doorontwikkelen van het fiscale deel van de Belastingdienst, waar ik dus verantwoordelijk voor was, was dat de vaktechniek landelijk georganiseerd werd onder een eigen onafhankelijk directeur. Dus op dat moment had je de directeur van een regio, later werd dat een directeur particulier en een directeur midden- en kleinbedrijf. En los daarvan, als check and balance, een landelijk directeur van de vaktechniek. En die organisatie is bedoeld om eigenlijk zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren. Ja. Ja. Kunt u aangeven of dit bij toeslagen ook zo georganiseerd was? Bij mijn weten was dat bij toeslagen niet zo onafhankelijk georganiseerd. Weet u ook waarom? Dat toeslagen ook een andere wetgeving heeft. Waarbij het bijzondere van de fiscale wetgeving is dat de inspecteur echt onafhankelijk is, bij wet aangewezen. In die zin dus ook niet over de inhoud van zijn beslissingen verantwoordelijkheid aflegt aan zijn hiërarchische baas. En daarom is het vanuit mijn perspectief nodig om de inhoudelijke check and balance te organiseren met een onafhankelijke vaktechniek. Toeslagen, andere wetgeving, andere organisatie, andere opzet. Ik vind het opvallend, want je zou zeggen dat de onafhankelijkheid of de mogelijkheid onafhankelijk te zijn als juridisch geweten binnen een deel van de Belastingdienst overal even relevant zou kunnen zijn. Maar dit zullen we zeker ook nog bespreken met oud-collega's van u. Ik wil eigenlijk nog even vragen hoe vaktechniek, waarvan u zegt van eigenlijk heb ik dat in die reorganisatie, die eigenstandige positie gegeven. Hoe keek die precies mee bij dat CAF-team?
De landelijk directeur vaktechniek was een van de mensen die ook in gesprek was met het CAF-team. Maar veel belangrijker, op het moment dat er dus werkpakketten kwamen naar met name mijn landelijk directeur particulieren, werd er daar ook gekeken van wat heeft dat CAF-team eigenlijk gedaan? Wat voor werkpakket krijgen we nu van klanten waar we naar moeten gaan kijken? En dan kreeg ik van mensen als Douwe van der Werf, mijn landelijk directeur particulieren, kreeg ik dus ook de feedback van dit zien wij eigenlijk in dit soort klantenpakketten. Was dit nou een goede stap om hier onderzoek te doen of niet? Oké, dus het CAF-team levert klantenpakketten af, werkpakketten af. En bij toeslagen leidde dat tot een productiestaat. En bij u werd er dan altijd nog door vaktechniek gekeken van hoe pakken we dit op? Weet u hoe dat in toeslagen werd bekeken door vaktechniek? Waarom heeft u dat als huisbaas van CAF niet u zich daarvan niet op de hoogte gesteld? Omdat de verantwoordelijkheid voor het intrekken van een toeslag of iets anders doen bij toeslagen ligt in de lijn van toeslagen. Ik snap dat u dat zo uitlegt, maar ik begrijp het zo slecht. Omdat het wordt opgezet in een tijd dat de stemming was, het ijzer smeden als het heet is. We gaan alle mogelijke fraudebestrijdingen in ieder geval met elkaar uitwisselen binnen de dienst. Dan komt er zo'n nieuw team, daar bent u de huisbaas van. Je wilt toch het liefst dat zo'n nieuwe werkwijze gaat werken? Yep. Dan zou ik zeggen dat je je overal verwittigt van eenzelfde werkwijze. In ieder geval op de rechtsbescherming van mensen die het betreft, zo'n CAF-onderzoek. Nee, want daar zit dus al een fundamenteel verschil in de wetgeving en dus ook de opzet van de organisatie in die verschillende delen van de Belastingdienst. Dus het was echt toeslagen die dat deed met de opvolging van CAF onderzoeken. Absoluut. En dat gebeurde Absoluut. Niet bij de kolom fiscaal. Daar heb je dus echt verschillende werkwijzen. In de fiscale hoek heb je de onafhankelijke inspecteur. Er komt een klantenpakket. Een onafhankelijke inspecteur geeft zijn oordeel. Vaktechniek heeft daar de checks en balance. Toeslagen, andere wetgeving, geen onafhankelijke inspecteur. Andere opzet, andere werkwijze. Dus als u daar vragen heeft, dan ben ik toch echt bang dat ik daar geen antwoord op kan geven. Wellicht heeft u nog wel eens antwoorden voor mijn collega Van der Lee. Ik zal het proberen. Ja, want ik wil toch nog even terugkomen op een aantal antwoorden die u heeft gegeven. Allereerst heb ik begrepen dat toeslagen had geen buitendienst. Ja. Die kon zelf geen veldonderzoek doen. Dat gebeurde door het CAF-team waar u de huisbaas van was. Betekent dat niet dat u veel dichter op toeslagen zat dan de andere onderdelen van de Belastingdienst? Ik heb net een wat ander beeld. Mijn beeld is dat toeslagen inderdaad geen buitendienst had. Dat het onderdeel wat bij mij landelijk dekkend was, was het midden- en kleinbedrijf, MKB. En dat op het moment dat er een verzoek kwam vanuit toeslagen om ergens fysiek te kijken, dat MKB capaciteit kon leveren om dat te doen. Dat is mijn herinnering. Dus ja, niet zegt het CAF-team, maar ja, een ander onderdeel. Kijk, maar het CAF-team, uit de fiscale ook. Het CAF-team deed dus het veldonderzoek ten behoeve van toeslagen. Ik zeg MKB deed dat, in mijn herinnering. Ja, oké. Okay. Stukken lijken wat anders aan te zien. Okay. Er kunnen mensen, medewerkers zijn die misschien gedetacheerd werden. Daar zou een verschil in kunnen zitten. Okay. Maar het feit was wel dat vanuit CAF meegeholpen werd om toeslagen bij te staan via MKB. Dat doet er even niet toe. En ik kom ook nog even terug op, u zegt, ja, die weekverslagen ken ik niet. Ik heb het nog even teruggekeken, maar in onze stukken staat dat die breed werden verspreid in de Belastingdienst. Onder andere naar alle leden van het managementteam. En u kunt zich geen enkel weekverslag herinneren van meerdere jaren waarin het CAF-team actief is geweest? Maar dan, natuurlijk lees ik heel veel stukken die er in de organisatie omgaan. Alleen u vraagt even, zijn de weekverslagen voor mij gemaakt? Ken ik ze allemaal? Nee, natuurlijk heb ik wel een weekverslag gelezen. Maar ik ken ze niet allemaal. Ja, en dan kom ik toch even terug op, u zei, ik heb een waarschuwing geuit in het MT-fraude. Nou, kijk, er wordt beschreven dat het zou kunnen gebeuren.
Maar u benadrukt vooral dat het belangrijk is om aan de voorkant te werken. Dat het CAF-team de grenzen gaat opzoeken. Mm-hmm. En dan zijn er anderen die zeggen, oh, ja, dan moeten we toch misschien een signaal afgeven aan de politiek dat er wel nevenschade zou kunnen ontstaan. Mm-hmm. Ik heb niet het gevoel dat het beeld dat u hier neerzet naar voren komt uit de managementverslagen die ik heb gelezen. Hoe kan dat? Ik heb het beeld dat mijn waarschuwing door anderen wel zo is opgevangen. En waar haalt u dat dan vandaan, dat beeld? Mijn gesprekken met collega's. Natuurlijk de zorg van, kunnen we deze werkpakketten wel aan? Kunnen we dit allemaal wel behandelen? Krijgen we niet te veel focus op dit soort fraudebestrijding? Daar hebben we intensief met elkaar over gesproken. En er was geen moment in die tijd, ik heb de zaak Appelbloesem al genoemd, mm-hmm. die speelde voor uw tijd. Ja. Toen was duidelijk hoe hard er al werd opgetreden. Ja. U krijgt weekverslagen, u leeft ze niet allemaal, maar u krijgt meer. Ja. Heeft u toen specifiek met uw collega, de directeur Toeslagen, gesproken of hij dat wel aankon? Ik weet dat de directeur Toeslagen over capaciteit gesproken heeft met de DG, want dat was de enige die over capaciteit ging. Maar misschien toch ook nog een andere sfeertekening. Er is breed in de organisatie zorg geweest over de effecten die er waren van dit soort ingrepen en ook effecten op mensen die toeslagen kregen. Ik heb van mijn mensen ook zorgen gekregen over de vraag, over de hardheid van met name die besluiten en de wetgeving daaromheen. Dus in die zin is dat echt wel iets wat indringend onderdeel van gesprekken was. En dus ook tussen u en de directeur Toeslagen? Ook, maar met name tussen mij en de DG. En welke... Misschien dan even een sfeertekening vanuit ons deel van de organisatie. Wij hebben heel veel buikpijn gehad. En hebben daar ook echt met elkaar heel intensief over gesproken. Over het feit dat als er een kleine fout werd gemaakt bij toeslagen, dat kennelijk het beeld was dat de hele toeslag moest worden terugbetaald. Dat zat zo ongelooflijk ver af van wat wij gewend zijn in de fiscale hoek. Maar als er een fout wordt gemaakt, de eerste vraag is dit nou opzet of niet? Waarbij als er een fout wordt gemaakt, het meest voorkomende instrument is een correctie. We hadden daar buikpijn van. En daar is intensief over gesproken. En wat zei de DG dan tegen u? De DG is daar heel actief mee bezig geweest. Weet ik heel zeker. Maar u weet niet precies op welke manier? Hij is daar richting beleidsverantwoordelijke en politiek heel actief mee geweest. Ik heb hem meerdere malen ook intern horen verzuchten, kan dit nou echt niet anders? Op zoek naar de vraag of dit de enige manier was waarop dat kon. Dan heb ik toch wel de vraag waarom u dan niet de CAF-onderzoeken staakte. Als u weet dat de gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. Wij weten dat er juist als het ging over toeslagen en CAF, mm-hmm. de hoogste bedragen werden uitgeselecteerd. Dat waren altijd kinderopvangtoeslagen. Ja. Ja. Als u wist en de DG wist hoe hard dit uitviel, als zelfs de staatssecretaris dat wist, waarom is er dan niet gestopt met het uitvoeren van die CAF-onderzoeken, of in ieder geval met het aanslaan van de klanten van de potentiële fraudeurs? Dat had toch gekund? Er werd geen enkele ruimte gevoeld aan de toeslagenkant om anders te handelen dan er gehandeld werd. En maar mag ik misschien daar toch heel even bij stilstaan? Wat ik in het spraakgebruik nu veel hoor, is dat er gezegd werd dat die ouders allemaal fraude hebben gepleegd. De discussie binnen de Belastingdienst op dat moment was, het is toch vreselijk dat als je daar een onderzoek doet en iemand blijkt alleen maar een fout gemaakt te hebben, dat dan alles teruggevorderd moet worden. Er werd dus helemaal niet gesproken over,
groepen frauderende ouders, maar ouders die een fout hadden gemaakt. Maar u bedenkt CAF. CAF ziet op alle mogelijke facilitatoren. Klopt. Wat doe je bij zo'n onderzoek? Je schakelt zo'n speel in fraude uit. Dat doe je door de klanten weg te nemen. Dus in kinderopvangtoeslag, fraude geldt, je stopt de kinderopvangtoeslag. Je gaat bewijzen uitvragen. We hebben het al eerder gehoord vandaag. Mm-hmm. Je gaat bewijzen uitvragen. En we hebben te horen gekregen dat op het moment dat je dan een CAF achter je naam had, dat het eigenlijk onbegonnen werk was. Er was altijd wel iets fout. En dan was de materiële gevolg dat je alles moest terug, niet alleen die stopzetting, maar dat je ook alles terug moest betalen. En als dat dan geweten werd binnen de Belastingdienst en u had daar buikpijn van, dan stop je toch met dat soort onderzoeken op die populatie. Dan zeg je eerst los je dat op en dan gaan wij weer fraudeonderzoeken doen. Mijn beeld is dat er... Nee, ik heb het niet over een beeld. U heeft het over buikpijn. Ja. Dat vind ik, ik denk dat heel veel mensen buikpijn hebben. Ja. He? U zei het ook over, ik zit hier met twee gevoelens. Zoals oude trotse baas en met pijn als ik die ouders zie. Ik denk dat we het allemaal hebben, die pijn. Maar op het moment dat u zegt, op dat moment hadden wij buikpijn. Dan is het toch raar dat u op dat moment niet in dat managementteam fraude met elkaar afspreekt. Oké, die CAF-onderzoeken die gaan we doen, maar het risico voor die ouders is te groot. We sluiten de kinderopvangtoeslag nu uit. Waarom is dat niet gebeurd? Omdat echt het beeld was dat de wet bewust zo geschreven is. Het beeld in op dat moment, en serieus, u moet het aan Peter Veld vragen als DG... We hebben elkaar heel vaak verzuchtend aangekeken en gezegd, kan dit nou niet anders? Als er alleen maar een fout is gemaakt, moet je dan alles terugvorderen? Maar het is toch zo dat in die business case, hè, dat wat dat fraudeteam, dat CAF-team moest opleveren, juist ook gesproken werd over de hoge bedragen die het meeste gingen opleveren, dan wist u toch op het moment dat die business case binnen het managementteam fraude werd besproken, dat het naar de regering ging om aangeboden te worden aan de Kamer bij Prinsjesdag, dat daar wel heel pijnlijke kant aan zat. Die buikpijnkant, dat wist u toen. Ja. Oké. Nou, sterker nog, ik ben een citaat tegengekomen dat een medewerker schrijft in november 2013, toen een casus voorlag. Blokpoel wil alles dichtdraaien. Dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn. Hoe moet ik dat citaat nou duiden? Als iets wat ik in ieder geval niet gezegd kan hebben. Diezelfde medewerker schrijft dat u dit gaat bespreken met de DG, zodat daar een lijn uitkomt. Kunt u zich niet herinneren? Nee. Hoe werd nou de staatssecretaris hierover geïnformeerd? Alleen maar via de DG? Over het fiscale deel heb ik ook met de staatssecretaris vaak gesproken. Dat was ook mijn rol, uitvoering van het fiscale deel. Ik neem aan dat de directeur toeslagen ook samen met de DG met de staatssecretaris hierover heeft gesproken. Maar het primaire contact is via de DG. Is de staatssecretaris ooit aanwezig geweest bij een vergadering van het managementteam fraude? Ik denk het niet. Had u buiten vergaderingen om contact met de staatssecretaris over fraudebestrijding? Kwam daar de CAF ook ter sprake? Ja. En wat vertelde u hem? Wat ik u ook gezegd heb. Aanpak. Waar wordt naar gekeken? Hoe is het behandelen van klantenpakketten georganiseerd? Dit soort hele opzetten. Heeft u hem toen ook persoonlijk gewezen op het risico dat de goedwillenden zouden kunnen lijden onder de kwaadwillenden? Ja, zeker. En wat was daarop zijn reactie? Die kan ik u niet meer exact vertellen. Geen idee. Met name... U weet het niet meer? Nee. Het was één keer dat u dat heeft besproken met hem, of vaker? De hardheid, de buikpijn over het geen ruimte hebben
voor een oordeel over fout of opzet. Dat was onderwerp van gesprek elke week. Ik zal niet zeggen elke week met de staatssecretaris, maar dat speelde heel diep bij ons. En was dat enorm gevoel van onmacht. Ja, maar was dat met staatssecretaris Wekers of ook met zijn opvolger Wiebes? Dat heeft zeker ook gespeeld tijdens de periode van de heer Wiebes. Maar ook al bij de heer Wekers? Dat weet ik niet, want toen hadden we veel minder dit soort enorme attentie op die fraudeaanpak. Zou ik niet precies kunnen antwoorden. Kunt u mij vertellen wat de functie destijds was van de heer Theo Polen? Ja. Theo Polen was eigenlijk degene op het hoogste managementniveau die vaktechnisch eer en geweten van de DG was en die ook nieuwe wetgeving en dat type dingen becommentarieerde op vaktechnische aspecten. Nou viel ons op dat de heer Polen ook lid was van het managementteam fraude, maar dat hij maar één keer is geweest. Kunt u dat verklaren? Nee. Dus zeg maar degene die op het hoogste niveau de vaktechniek bewaakt in de Belastingdienst zit niet misschien één keer bij het managementteam fraude. Ja. Toch stelt u dat vaktechniek is aangehaakt. Ja. Maar hoe dan? Zoals ik zei, ik was verantwoordelijk voor de hele uitvoering. Ik had een landelijk directeur vaktechniek. Theo Polen heeft zeker heel veel vertrouwen gehad altijd in mijn landelijk directeur vaktechniek. Die hadden ook permanent, bijna dagelijks contact met elkaar. Dus in die zin kon Theo ook heel erg van overtuigd zijn dat mijn landelijk directeur daar intensief bij betrokken was. Hoe informeerde u de DG over de werkzaamheden van CAF? Ik had bijna dagelijks contact met de DG over allerlei onderwerpen. Dus ook over het CAF hadden wij onze normale voortgangsgesprekken. U kende elkaar, want u kwam beide van de IND. Ja. Maar u had niet echt een achtergrond in de fiscaliteit. Nee. Hoe zorgde u ervoor dat zeg maar die vaktechnische kant dan goed was geborgd bij alle beslissingen die u nam? Zoals ik zei, ik nam nooit beslissingen over individuele dossiers. Maar wel over de aanpak van wat u noemt intermediairs of facilitators. En bij aanpakken laat ik me natuurlijk adviseren aan de ene kant door mijn lijnbazen en tegelijkertijd door mijn directeur vaktechniek. Ik laat mij op het moment dat als ik iets moet besluiten, dan laat ik mij door alle betrokkenen adviseren en dan wordt er alleen maar besloten op het moment dat alle meningen daar op tafel liggen. Maar ja, nu zie ik een beeld voor mij. Ja. U bent de huizenbaas van het team dat intermediairs aanpakt. Ja. U weet dat dat tot nevenschade kan leiden. U heeft daar buikpijn van en niet alleen u, maar uw medewerkers. U bespreekt dat meerdere keren met de DG, maar er gebeurt niets. Hoezo er gebeurt niets? Mijn beeld is dat er en contacten zijn geweest met de beleidsverantwoordelijke bij sociale zaken. Dat er contacten is geweest met onze eigen staatssecretarissen. Dus ik vind dat er echt wel wat gebeurd is daar. Er zijn contacten geweest, maar er volgden geen veranderingen in het beleid en ook niet in de uitvoering. Is dat uw conclusie? Mijn conclusie is dat ik zeker weet dat mijn DG met beleidsverantwoordelijken en politiek over deze buikpijn gesproken heeft. En als er dan bewust besloten wordt dat wij op deze lijn door moeten gaan, ja, dan is er een wet die kennelijk uitgevoerd moet worden.
dan doen wij dat. Speelden er meer zaken rond de Belastingdienst. Zoals u weet, u was daar voor een deel ook zelf bij betrokken. De broedkamer noem ik, ga er nu niet op in. Er was in die periode op een gegeven moment, speelden ook allerlei kwesties rond de reorganisatie van de Belastingdienst. Mm-hmm. Er is ook een onderzoek gedaan door de heren Boslap en Joustra. Mm-hmm. Ook daar komt een bepaald beeld uit naar voren, van dat er te weinig sprake was van het organiseren van tegenmacht. Bijvoorbeeld vanuit vaktechniek. En ik hoor u zeggen dat dat juist wel allemaal prima op orde was. Ja, ik herken dat beeld absoluut niet. Mijn beeld is dat vaktechniek altijd zeer serieus is genomen. Nu wordt er uit dat onderzoek over de Belastingdienst ook gezegd, ja, er was een grote kloof tussen de werkvloer en de leidinggevende. Mm-hmm. Was daar sprake van? Ik denk dat een deel van de werkvloer dat zeker gevoeld zal hebben, anders zullen ze dat niet zo aangegeven hebben. Dus ja, een deel van de werkvloer zal een grote kloof hebben gevoeld. Ook werd er geconstateerd dat er in termen van besluitvorming rond in de ambtelijke top het er nogal informeel aan toe ging. En dat er ook een gebrek was aan formeel contact tussen de ambtelijke top en de politieke top. Is dat ook iets wat u herkent? Nee. Ook niet. Dus nee. Dat hele onderzoek dat gedaan is door de heren Boslap en Joustra, dat legt u naast u neer, want dat is niet gebaseerd op echte bevindingen. Oh nee. Zij hebben gedegen onderzoek gedaan en dit zijn hun conclusies. Als u mij vraagt of ik het met die conclusies eens ben, dan hoef ik het toch niet altijd met die conclusies eens te zijn. Zij hebben een gedegen onderzoek gedaan. Dit is hun beeld. Ik accepteer dat dat hun beeld is. Maar wat mij dan toch wel opvalt is dat de drie hoofdconclusies, alle drie door u bestreden worden. Het is niet één, het zijn ze allemaal. En er wordt ook over u gezegd, ook in publicaties, ja, dat u weinig tegenspraak duldde. En ook mensen om zich heen verzamelde die u niet tegenspraken. En nu ligt er ook een onafhankelijk onderzoek van gerenommeerde mensen die komen met een analyse over wat er allemaal speelt in de Belastingdienst, trekken forse conclusies. Yep. En daarvan zegt u, ja, dat beeld herken ik niet. In welke werkelijkheid heeft u daar gefunctioneerd als huisbaas van het CAF? Ik heb het beeld dat ik een aantal hele lastige collega-bestuurders om me heen heb gehad. Ik heb het beeld dat ik een aantal hele lastige regiodirecteuren en landelijk directeuren heb gehad, die echt wel voor hun mening opkwamen. Dus ik herken inderdaad dat soort dingen niet, zoals u het zegt. Maar moet ik u dan zo verstaan dat omdat u zulke hele lastige collega's had, dat het beeld uit dat onderzoeksrapport komt omdat zij heel lastig waren? Nee, maar dan herken ik niet dat ik mij zou omringen met mensen die zo makkelijk waren voor mij om mee te werken. Sorry. Ik denk dat ik even het doorgeef aan mijn collega. Okay. Ja, de commissie concludeerde ook dat er sprake was van een bedrijfseconomische focus die gericht was op opbrengst. Mm-hmm. En dat hierbij de rechtsstatelijke oriëntatie werd gemist. Onderschrijft u die conclusie wel of niet? Ik denk dat er van oudsher een economische afweging bij de Belastingdienst onderdeel was. Met name bijvoorbeeld correctieopbrengsten is iets waar al heel lang over gesproken is en ook aan u als Kamer over gerapporteerd werd. Hoeveel onderzoeken worden er gedaan? Wat is de gemiddelde correctie per onderzoek? Dus in die zin is dat iets waar wij normaal op bevraagd werden. Op het moment dat de fraude aanpak kwam, is er inderdaad een afweging geweest. Hoeveel aandacht gaat er naar fraude? Wat wordt daarin geïnvesteerd aan tijd en capaciteit? En wat levert dat op? Absoluut. Dat is. En de rechtsstatelijke kant ervan? Mijn beeld dat die dus bewaakt is door de checks en balances, het behandelen van de klantenpakketten in de lijnorganisatie. Oké, dat controleerde u alleen niet bij toeslagen. Daar was u niet Klopt. Verantwoordelijk voor. Nee.
U zegt, wij hadden buikpijn van wat er eigenlijk gebeurde bij het CAF-team. En dat gebeurde natuurlijk in die tijd van de Bulgare fraude ook nog. Dat is een lastige tijd. En in die tijd treedt dan ook nog de staatssecretaris onder leiding van wie u toch dat managementteam fraude kon opzetten en dat het CAF-team kon opbouwen. Hoe kijkt u terug op het aftreden van de heer Wekkers? De heer Wekkers heeft een enorm moeilijke periode gehad rondom de Bulgare fraude. Hij heeft daar hele intensieve en ik denk voor hem hele moeilijke debatten met de Kamer gehad. En ja, naar aanleiding daarvan is hij op een gegeven moment afgetreden. Hij is afgetreden naar aanleiding van de Bulgare fraude? Nee, maar wel in die periode. Ja. Wat was de concrete aanleiding voor het aftreden van de heer Wekkers? Er waren discussies over de heer Van Rij, een aantal andere zaken. Dus in mijn beeld was het een conglomeraat van moeilijke onderwerpen. Zoals wij het terug hebben gelezen, was het een maatregel die genomen was om fraude aan te pakken. Maar die eigenlijk zo hard neerkwam dat er heel veel mensen daardoor geen kinderopvangtoeslag of toeslag konden krijgen. U kijkt mij aan alsof u het in Aken hoort donderen, bliksemen. Ja. Ja. Omdat er was gezegd één bankrekening, want daarmee kunnen we fraude uitbannen, waarvoor wat snel was ingevoerd, wellicht onder druk van allerlei fraudemaatregelen. Ja. Bleken heel veel mensen hun toeslag niet te krijgen. En dat maakte dat de Kamer zei, maar meneer Wekkers, daar gaat u ons wekelijks of twee wekelijks over adviseren. En toen is een geheel van moeilijke debatten. Dus hebben we die motie van de Tweede Kamer die zegt van als nou foute gastouderbureaus of foute kinderopvangcentra worden aangepakt, dan willen we niet dat die ouders worden aangepakt. Mm-hmm. Vervolgens wordt er een antifraudemaatregel ingevoerd en dan zegt de Kamer opnieuw, ja, maar we willen niet dat daar de mensen van de dupe zijn. Ja. Dan vraag ik me toch af welke impact die houding ook heeft gehad. Maar omdat u het zich zo slecht herinnert wat precies de reden was, krijg ik misschien een heel ander antwoord op de vraag die ik stel. Dat onderwerp wat u nu noemt, een bankrekeningnummer, ook naar weer de achtergrond. Er waren burgers in Nederland die 4, 5, misschien wel 6 verschillende bankrekeningen bij ons aanmelden. Nee, ik wil niet die casuïstiek induiken. Nou, waar het mij meer om gaat is, u zei het net zelf, hè, dat managementteam fraude. Nou. We legden eigenlijk alle expertise bij elkaar. We gingen van elkaar leren, daar kwam dat CAF-team uit. Je moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Maar op het moment dat dat werd gesmeed, of wanneer er werd gezegd, we kunnen een groep aanpakken onder een gastouder, bij Appelbloesem, dan zei de Kamer toch eigenlijk, ho, let ook wel op het belang van mensen die een toeslag nodig hebben. Ja. En ik vroeg me af of dat is doorgedrongen bij het managementteam fraude. Zeker. Oké, goed. We hebben het eerder gehad over kritiek op de fraudeaanpak en u had het over buikpijn. Ja. Kunt u zich nog herinneren dat het managementteam toeslagen, hè, waarvan u nu eigenlijk de hele tijd zegt, ja, maar zij voerden dat maar uit, dat die in 2014 beslissen van, ja, wij gaan evenredig toekennen. Onze medewerkers krijgen die mogelijkheid. Omdat wij zien dat de uitvloeisel van alles of niets disproportioneel groot is. En daarmee gaan we terugvorderingen ook matigen. Dat is een besluit van managementteam toeslagen geweest. Hoe heeft u daarop gereageerd binnen het CAF-team? Ik heb geen idee over dat besluit. Dat is u niet ter oren gekomen? Nee. Want in principe staat dat haaks op natuurlijk alles stopzetten en terugvorderen. Ja, dus. Dat is u niet ter oren gekomen? Nee. Oh. En in 2015 wordt er zelfs in het managementteam fraude een presentatie gegeven door toeslagen. Mm-hmm. Waarbij zij zeggen, ja, we willen eigenlijk dat er goed gekeken wordt hoe we omgaan met
foute gastoudersbureau waar uiteindelijk ouders moeten terugbetalen. Mm-hmm. Hoe is er omgegaan met dat signaal? Volgens mij is dat onderdeel van wat ik u zei, de buikpijn. Het kan toch niet zo zijn dat als iemand alleen maar een fout heeft gemaakt, dat hij alles moet terugbetalen. Maar is het niet zo dat dat hard door de wetgeving wordt afgedwongen en kunnen we daar niet anders handelen? Dat was de rode lijn van de, wat ik u zei, de buikpijn die we hadden. Ja, dus er wordt dus gevraagd hoe kunnen we omgaan met ouders die bij foute gastouderbureaus zitten. Daar staat nog niks over schuld van die ouders. Nee. En dan staat er in de besluitenlijst van het managementteam fraude de volgende keer nog terugkomen, ook als de aantallen en bedragen bekend zijn. Waarom is dat van belang? Het lijkt me van belang voor een discussie met beleidsverantwoordelijken, waar eventueel budgettaire consequenties zijn. Budgettaire consequenties, daar had het belang voor. Dus u zegt eerst, we hebben buikpijn van dat het zo gaat met de ouders. We wisten het gevolg. Mm-hmm. We moeten het doen, want we moeten dat staat daar eigenlijk. Want we moeten die cijfers halen. Mm-hmm. Die business case, die staat in de Rijksbegroting. Is dan gemeld aan de staatssecretaris, de minister van Financiën. We hebben dit nu wel zo opgeschreven, maar dat betekent wel dat ouders heel veel moeten gaan terugbetalen, veel meer dan mogelijk hun jaarinkomen. Dat onderwerp, die harde consequenties voor ouders, en dan heb ik het weer niet over fraude, maar als er een fout gemaakt is, dat dan alles terugbetaald zou moeten worden, grote consequenties daarvan, daarvan heb ik u al gezegd, dat is zeker een dringend onderwerp geweest waar met Peter Veld over gesproken is. En ik weet zeker dat hij met de beleidsverantwoordelijke en met de politiek daarover gesproken heeft. Ja, ik vind het vervelend dat u de hele tijd dat wegschuift. Dat u dat wegschuift naar de hardheid van de interpretatie van de wet. We hebben hier net een deskundige gehad die ons zei, er had een andere interpretatie mogelijk kunnen zijn. Yep. Maar los van die harde interpretatie, want dat was op dat moment waar u mee moest werken. Was het wel degelijk de keuze van de directeur belastingen om met het CAF-team door te gaan? Het CAF-team ook een waarde mee te geven, namelijk een soort van terugverdieneffect, waarbij u wist dat op toeslagen vooral de kinderopvangtoeslag veel binnenbracht. Dus dan kunt u niet wijzen naar die wet. Sorry, ik heb niet met het CAF een financieel target gehad wat doorvertaald is naar toeslagen. Echt niet. Er is geen business case gemaakt in het managementteam fraude waar CAF een onderdeel van was. Er is het beeld geweest, wij doen te weinig aan zorgen dat malafide intermediairs worden aangepakt. Dat is het belang, daar moeten we wat aan doen. Dus u had buikpijn ook van malafide intermediairs. Maar natuurlijk. Ja. Nou, heeft het managementteam fraude wel degelijk een business case opgesteld? Mm-hmm. En daarmee ook tegen sociale zaken gezegd. Wij zullen bij toeslagen aan fraudeopsporing doen. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. Hoe ging dat overleg met sociale zaken over die financiën die fraudeopsporing precies moest opleveren? En dan hoop ik niet dat u boos op mij gaat worden als ik zeg dat ik dat overleg niet gedaan heb. Was u op de hoogte van dat overleg? Nee. Spijtig. Want laat ik het dan zo eens vragen. Zijn er wel eens presentaties van het CAF-team, waar u huisbaas van was, gegeven aan het ministerie van Sociale Zaken? Weet ik niet. Kan het hebben voorgekomen? Zou zomaar kunnen. Ik weet het echt niet. U was de huisbaas, u was eigenlijk best wel trots erop, toch? Op het CAF-team. Levert iets op, het staat in ieder geval in een begroting. Het was voor mij net zo'n team als Trafi, bestrijding BPM-fraude. Echt in die zin heel veel van dit soort bijzondere teams.
Oké, maar u bent niet op de hoogte van CAF-presentaties bij sociale zaken? Nee. Ook niet als het kwestie Tonga van het voorvarend scheepje betreft? Nee. Sociale zaken was op de hoogte van de hardheid van de wet. Dat bracht u buikpijn. Sociale zaken was ook op de hoogte van het terugverdieneffect van middelen voor fraudebestrijding. Was sociale zaken ook daarvan op de hoogte dat dat zo hard neersloeg bij de kinderopvangtoeslag en die ouders? Ik durf daar geen antwoord op te geven. Ik zou bijna ja, ik durf daar geen antwoord op te geven. Omdat maar het lijkt wel ik logisch, heb het gesprek toch? Niet zelf gedaan. Nee, u heeft het gesprek zelf, maar het lijkt wel logisch, toch? Ja. Ik zit met dat met die buikpijn. Omdat ik het nog steeds niet begrijp. U zegt, wat er bij toeslagen gebeurde met het CAF-team was de verantwoordelijkheid van toeslagen. Of ze daar juridisch lieten kijken door dat vaktechniek was aan toeslagen. Daar was ik niet verantwoordelijk voor. Op het moment dat we vragen naar de gevolgen voor ouders, dan zegt u, ja, dat wisten we allemaal. Ja. En daar hadden we allemaal buikpijn van. Ja. Waarom is er dan niemand geweest die zei, we stoppen hiermee? Op het moment dat een wet is, we zien dingen waarbij conform de wet wij moeten handelen, dan is het bijna onmogelijk om die wet niet uit te voeren. Als dat het beeld is, er is een wet en daar is bewust naar gekeken, en dat heeft dit soort effecten en we geven vanuit de uitvoering daar signalen over. En er wordt niet gezegd, we wijzigen de wet of door. Dan uiteindelijk zullen we hem moeten uitvoeren. Ja, maar die onderzoeken van dat CAF-team, daar had u ook van kunnen zeggen, we richten ons eerst eens eventjes op belastingadviseurs die aan belastingontwijking doen. We richten ons eerst eens even op de import van auto's wat niet klopt. Of we richten ons op zaken die met invoer in de haven te maken hebben. Of we richten ons op de BTW die wel of niet wordt afgedragen in internationale betalingen. Daar had u zich op kunnen richten, maar we zien natuurlijk dat het CAF-team zich heel voor een groot gedeelte juist richt op die toeslagen. Al die voorbeelden die u noemt, deden wij ook. Dat weet ik. Ja. Maar de vraag is, als u die buikpijn had van die wet, daar kon u dan even niks aan doen. Ja. Dat laten we dan even zo. We hebben net iets anders gehoord, maar dat laten we dan even. Daar kon u niks aan doen. Dan kon u wel iets doen aan het feit dat die ouders die stopzettingen kregen als u een gastouderbureau ging aanpakken. Maar vraagt u me dan om een wet niet te handhaven? Nee, dat kan toch niet? Maar de gastoudersbureaus, dat hebben wij vanochtend ook gehoord, die werden niet aangepakt. De klanten werden aangepakt, waardoor dat gastouderbureau niet meer kon bestaan. Bijvoorbeeld naar de CAF-11-zaak. Mm-hmm. Er is nooit een rechtszaak tegen dat gastouderbureau in Eindhoven gevoerd vanuit de staat. Er is nooit gezegd, u bent fraudeur, we bewijzen dat en daarmee leggen we uw handel stil. Want dat zou dan rechtvaardigen dat u zegt, dat was onze inspiratie, we moesten en zouden dat verkeerde gastouderbureau of die verkeerde belastingadviseur, die moesten we aanpakken. U heeft me een aantal keren horen zeggen dat dat echt de achtergrond was van de opzet van het CAF. Pak de malafide intermediair aan. Meneer Van der Leem. We hebben natuurlijk in de praktijk gezien dat er wat anders gebeurde. U heeft hier verklaard dat u daar al vroeg op gewezen hebt, zelfs gewaarschuwd hebt. Kunt u zich nou even precies in de tijd aangeven wanneer dat was en wanneer u die buikpijn precies kreeg? In welk jaar dat was? Ik heb bij de oprichting van het CAF heb ik mijn waarschuwingen gegeven. Dus we kunnen dat precies duiden. Daar zat mijn punt. De hardheid van de toeslagenwetgeving, ik denk dat
die discussie al eerder was. Volgens mij hebben we daar al eerder de beelden gekregen, los van CAF, dat daar toch wel een enorme kloof zat met de fiscale wetgeving, waarin de fiscale wetgeving proportionaliteit, de vraag is het nou niet willen of... Ik bedoel, dat was een... Hè, dat was onze natuurlijke manier van denken. En volgens mij was er al veel eerder het beeld, die andere kant is zo snoeihard. Kan dat nou niet anders? Maar ik denk dat u daar gelijk in heeft, want ik noemde zelf al de zaak Appelbloesem. Ja. Die harde aanpak was er al lang. Ja. En toch wordt er gekozen voor een manier van fraudebestrijding, van het aanpakken van facilitatoren. Ja. Een lastig woord dat trouwens is, intermediairs. Ja. Ja. Waarbij het risico dat die nevenschade, of hoe dat dan ook genoemd werd, nog veel op veel grotere schaal zou plaatsvinden. Ja. Heeft uw managementteam fraude erop aangedrongen dat er in een memo alle opties in kaart werden gebracht om te bekijken of het ook wat anders zou kunnen? Ik ben zelf aanwezig geweest bij gesprekken tussen Peter Veld en degene die op dat moment directeur van zijn staf was, Sven Bredijk. Peter keer op keer gevraagd heeft, kan het nou niet anders? En dat ging specifiek over die vraag, als er een fout gemaakt is bij toeslagen, moet dan alles terugbetaald worden? Kan dat nou echt niet alles? Dat was de opzet naar de gesprekken die zij voerden met politiek en beleidsverantwoordelijk. Dus ja, daar is veel aandacht voor geweest. En ging dat in uw herinnering alleen over de interpretatie van de algemene wet op de inkomensafhankelijke regelingen? Of ging dat ook over de wet kinderopvangtoeslag? In mijn herinnering ging dat over de situatie waarin bij een fout het hele toeslagbedrag moest worden terugbetaald. Dus in brede zin. En als u nu terugkijkt op wat er gebeurd is, voelt u zich daar nou mede verantwoordelijk voor? En zo ja, waarvoor dan precies? Ja, ik voel me natuurlijk mede verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk voor het onderdeel zijn van een situatie waarin er dingen zijn uitgevoerd die zo hard zijn dat je daar effecten hebt waarvan ik in mijn opening al zei, daar heb ik ook buikpijn van. Daar voel ik me mede verantwoordelijk voor. Ik kwam een citaat van u tegen in een interview dat u, meen in 2015, hebt gegeven aan de correspondent. Mm-hmm. Ik zal het citaat even voorlezen. Een ongebreideld gebruik van onze bevoegdheden zou wel eens de grootste bedreiging voor de Belastingdienst kunnen zijn. Als u die uitspraak nog weer opnieuw op u zich laat inwerken. Mm-hmm. Geldt dat voor de hele kwestie rond de CAF? Met terugwerkende kracht? Is daar sprake geweest van een ongebreideld gebruik van onze bevoegdheden? Volgens mij niet. En dat is niet zo omdat u zegt, de wet dwong dit allemaal af. Ons beeld op dat moment was dat het niet anders kon. Ja. En daar mag achteraf iemand een ander beeld voor hebben, of u mag zeggen dat wij dat op dat moment niet goed gezien hebben. Dit was echt ons beeld. En heeft u die buikpijn, in de mate die u hier nu beschrijft, gedeeld met staatssecretaris Wekers en staatssecretaris Wiebes? We hebben net geconstateerd dat ik een lange en goede relatie met mijn DG had, Peter Veld. Peter was degene die de rol had om die buikpijn mede namens mij indringend te bespreken. En even, ik weet zeker dat dat gebeurd is. En wanneer kreeg u dan de signalen dat dat tot niets leidde? Dat er geen bereidheid was om bijvoorbeeld de wet aan te passen? Hè, dat kunnen bewindslieden. Ja. Wanneer kreeg u dat signaal dat dat niet zou gebeuren? Dat
Ik heb de naam al een keer genoemd. Ik denk dat het niet goed is om al te veel namen te noemen. Sven Breedijk was verantwoordelijk voor een aantal van dat soort overleggen met sociale zaken. Dat zijn de momenten dat je nog eens aan een collega vraagt van joh, komt er ruimte om daar te bewegen? Gaat daar verandering komen? Je houdt dat gesprek in de gaten. Je probeert erachter te komen of er echt iets gaat veranderen. En nee, de beelden die ik daar krijg was, dit blijft zo. En als u nu even helemaal terugkijkt, en we zijn ook al een aantal jaren later. Welke lessen zouden we hier nou uit moeten trekken als het gaat om fraudebestrijding? In deze hoek van fiscaliteit en toeslagen. Ik denk dat we meer dan in het verleden echt ons moeten realiseren dat mensen die toeslagen krijgen, dat er enorme verschillen zitten met belastingplichtigen. Je betaalt belasting omdat je geld verdiend hebt met werken of met ondernemen. Je krijgt toeslagen omdat je een toeslag nodig hebt. Daar zitten enorme verschillen. Dus ook terugvordering bij fiscaliteit is echt wat anders dan terugvordering bij mensen die toeslagen krijgen. En dan zit een ander punt, en dat is een enorm brede discussie. En natuurlijk hebben we daar nu niet de gelegenheid om dat allemaal te doen, maar het is ook de vraag in hoeverre je mag uitgaan van het feit dat een burger foutloos zijn totale situatie met de overheid kan regelen. Mag je er nou van uitgaan dat een burger in staat is om aan iedere verplichting te voldoen, alles in één keer goed te doen in een aanvraag, of moet het ook nog gewoon mogelijk zijn dat iemand een fout maakt ergens, zonder dat hij daar zo hard voor afgestraft wordt? En laten we daar nou alsjeblieft voortaan meer rekening mee houden. Dan wil ik nog één vraag stellen, en dat is lessen trekken over de interactie tussen de onderdelen van de Rijksoverheid. Ja. Verscheen bij het nieuwe kabinet 2014 op een gegeven moment ook een fraudenota, waarin trouwens werd benadrukt dat alles op alles moest worden gezet, dat de goedwillenden niet onder de kwaadwillenden zouden moeten lijden. Maar onderdeel van dat beleid was ook dat er vooraf al werd bepaald hoeveel toeslagen er in een jaar zouden worden ingevorderd. En dat zou ook worden gekort op het beleidsdepartement, in dit geval sociale zaken. En daarmee eigenlijk een soort financiële prikkel introduceren. Als u daar nou op terugkijkt, zijn dat verstandige prikkels? Als u weet dat de relatie tussen rijksonderdelen om andere redenen ook wel eens gespannen kan zijn. Mijn voormalig collega's van de inspectie Rijksfinanciën gaan nu heel boos op mij worden. Maar nee, ik vind dat niet goed. Maar ik vind het ook niet goed om targets te stellen op de hoeveelheid verkeersboetes. En nog een paar van dat soort voorbeelden. We hebben heel veel dingen in de overheid waar we een financiële prikkel a priori inbouwen. Ik kijk u toevallig aan. Dat is laatste bij de verkeersboetes inmiddels afgeschaft. Nee, daar wel. Mijn laatste vraag is toch nog even een cultuurvraag. En, kijk, de Belastingdienst is een hele grote organisatie. Hè? Ik geloof 30.000 mensen op een gegeven moment daar werken. Ja. En het grootste deel daarvan is dagelijks bezig om honderden miljoenen euro's op te halen. Ja. Maar toeslagen had eigenlijk de omgekeerde taak. Die gaf veel geld uit. Omdat er bijna 5,8 miljoen huishoudens recht hebben op een vorm van toeslag. Bestond er een beeld binnen de Belastingdienst dat toeslagen eigenlijk vooral geld uitgaf en te soft was op fraudebestrijding? Nee. Daar heeft u helemaal geen enkele erkenning van. Nee, wat er wel echt het beeld was, is dat geld in en geld uit twee totaal verschillende dingen zijn. Het is een ander vak, rechtmatigheid, accountantscontrole, allerlei andere dingen. Het zijn gewoon andere werelden. Het is echt een heel ander werk. En had dat ook niet moeten betekenen dat de aanpak van het CAF gesplitst had moeten worden in een benadering gericht op het innen van belastingen en een toeslagen toegespitste manier van werken, die niet al die ja,
ja, nevenschade veroorzaakte. Wat ik u al een paar keer heb proberen aan te geven. Ik had het beeld die borging gevonden te hebben door de klantenpakketten in de lijn apart te laten behandelen. Goed, ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, en die kijkt naar de heer Van Aalst. Ja, ik heb toch nog een paar vragen aan de heer Blokpoel. Het heeft eigenlijk toe geleid dat ik nu na een aantal uren ook wel iets van buikpijn heb gekregen. En dat komt, u begon uw statement met dat u het een heel dubbel gevoel had. U had een dubbel gevoel dat u trots was op de organisatie. En anderzijds bedroefd was over de verhalen van al die ouders. Als u dat zo zegt, kunt u ons dan meenemen dat het buikpijn vanuit het MT Fraude en uw contact wat u rechtstreeks had met de staatssecretaris wat u aangaf, waarom is het dan niet geland bij de staatssecretaris? Ik heb echt geen idee. En u gaf aan, uw buikpijn werd volop gedeeld in het MT Fraude door al uw collega's. Toch als wij de weekverslagen terugkijken van het CAF, vinden we daar in 2013 en 2014 eigenlijk niets van terug. Volgens mij heb ik aangegeven dat mijn buikpijn met name gedeeld werd met de DG en een aantal andere betrokkenen. MT Fraude heb ik daar volgens mij niet bij genoemd in brede zin. Sorry, ik onderbrak u in uw vraagstelling. Nou, ik wacht even op uw antwoord, want u heeft het wel aangegeven, het MT Fraude, die buikpijn. Ja. Maar we vinden het nergens terug. Dat is op zich toch opmerkelijk als dit zo'n issue is. Mijn vervolgvraag daarop is eigenlijk, u geeft aan, ik heb het via Veld doorgespeeld en ik weet het heel erg zeker dat hij het heeft besproken. Dan weet u ook ongetwijfeld wat de terugkoppeling was. Kunt u ons dat vertellen? Dat de wet was zoals de wet was. Okay. En dat er geen ruimte werd gevoeld om die aan te passen. Exacter dan dit weet ik het niet. Sorry. Okay. Een laatste vraag is, de motie De Mos, die herkende u dan niet. Die zag juist toe dat juist de intermediairs aangepakt werd en niet de ouders. Iets wat eigenlijk haak stond op het beleid van de CAF, want die ging juist de ouders aanpakken om de intermediairs uit te schakelen. Op het moment dat u zo'n buikpijn heeft en die motie De Mos eigenlijk het kapstokje is om ook eigenlijk de politiek te kunnen bewegen. Waarom heeft u die niet aangegrepen? Ik weet niet of de motie De Mos dus niet is aangegrepen. Alleen, ik was niet degene die de contacten met de beleidsverantwoordelijke over toeslagen deed. Nee, maar u had de buikpijn van en u wilde zo graag het veranderen. De DG wilde het zo graag veranderen, maar u zag allen niet de mogelijkheid om wat te doen. Ja. Als er dan een in meerderheid aangenomen motie in de Kamer ligt die ruimte biedt, dan wil toch iedereen dat haakje aangrijpen om maar iets te kunnen bewegen. Hoe komt het dan dat hij dan niet geland is? Weet ik niet. Oké, dan geef ik het woord weer aan de voorzitter. Ja, meneer Blokpoel, we zijn al bijna 2 uur bezig. Ik heb toch behoefte om even aan u terug te geven het beeld wat ik heb na die 2 uur. En ook daarmee u de gelegenheid wellicht te bieden om dat beeld nog bij te stellen. Want ik denk dat dat fair is. Mm-hmm. Kijk, we hebben natuurlijk het dossier bestudeerd. We hebben heel wat stukken gekregen. En ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben hier toch het verhoor ingegaan in de veronderstelling. Hè, u was een prominent lid van het MT Fraude. Mm-hmm. Ik zou willen zeggen dat ik het beeld heb gehad dat uw managementstijl als voortvarend te kwalificeren is. U bent ook gehaald, denk ik, naar de Belastingdienst om iets te bewerkstelligen, met name ook in de enorme achterstanden, de bedrijfsvoering, de IT, noem het allemaal maar op. Uit stukken blijkt ook dat u zich best voortvarend heeft uitgelaten. Door collega Van der Lee zijn er dingen aan u voorgelegd. Hè, van, dat ook echt er doorgepakt moest worden, als ik het maar zo mag zeggen. Mm-hmm. Maar we hebben ook nog Joustra gehad, die letterlijk zegt, er is een overheersend bedrijfseconomische focus bij de Belastingdienst. Iets wat door u ernstig gerelativeerd wordt. Mm-hmm.
Ja, en in het verhoor, ja, zet u zich hier bijna neer als de man die gewaarschuwd heeft dat de 80-20 niet te hard moest zijn. En als we u doorvragen, dan, ja, dan legt u het of bij Veld neer, of u wijst naar de directeur toeslagen. Ja, snapt u dat die twee dingen bij mij spanning opleveren? Dat ik, om een voorbeeld te noemen, ik heb het even nalaten vragen, hè, over de weekverslagen. Zijn, ja, uit de stukken blijkt dat die werkelijk aan ieder lid van het MT Fraude zijn toegestuurd. U ontkent dat u ze ooit gezien hebt. Snapt u dat beeld wat ontstaat? Is dat het juiste beeld? Ieder beeld wat bij u ontstaat is per definitie juist, want het is uw beeld. Kordaat, ik denk het wel. Ik denk dat ik buitengewoon druk met mijn team bezig was met fiscaliteit uitvoeren in Nederland. En dat ik collega's had, douane, fiot, toeslagen, het ICT-bedrijf, de belastingtelefoon, waarbij je ervan uitging dat iedereen zijn deel van het geheel goed deed. Maar ik bevraag u op uw deel. U heeft mij heel veel dingen gevraagd over de behandeling van toeslagen. En op dat moment zeg ik u eerlijk, ik weet het niet. Maar u was de huisbaas van het CAF. Ja. U was in het MT-fraude mee verantwoordelijk, ja, voor absoluut. De aanpak. Absoluut. U hebt buikpijn gehad, ja, die ik in de stukken niet heb kunnen aantreffen. Mm-hmm. Ik wil graag geloven dat u hem gehad hebt. Maar ik zie het net. Dus ik vraag me af, met welk beeld moeten wij van uw optreden in deze zaak, deze zaal verlaten? Ik hoop dat u in ieder geval het gevoel heeft dat ik eerlijk antwoord heb gegeven naar beste eer kunnen op al uw vragen. Dat er ook een aantal dingen zijn die ik echt niet weet. En volgens mij heb ik daar u van verteld dat ik het niet weet. Volgens mij ben ik ingegaan op hoe wij dingen hebben geprobeerd te organiseren met werkpakketten, verantwoordelijkheden, andere zaken. Volgens mij heb ik u aangegeven het gevoel waarbinnen wij opereerden, er is geen ruimte om dit anders te doen. En in die zin hoop ik dat u hier een beeld uit overhoudt dat ik zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk heb geprobeerd een antwoord op uw vragen te geven. U zei, ons beeld was dat de wet niet anders kon worden uitgevoerd. Ja. U wilde dat wel? Dolgraag. Dolgraag. Goed, we hebben veel aan u gevraagd. Dank voor alle antwoorden. Is er nog iets wat wij niet aan u hebben gevraagd en wat u toch naar voren had willen brengen? Nee, dank voor uw vragen en heel veel succes met uw klus. Dank u wel. Dan wil ik de bode vragen om u naar buiten te geleiden. Goeiedag. En dan sluit ik zo dadelijk deze vergadering. Niet dan nadat ik gezegd heb dat voor vandaag de verhoren zijn afgelopen, maar dat wij morgenmiddag om 1:00 doorgaan met het verhoor van mevrouw Palme, destijds vaktechnisch coördinator binnen de dienst toeslagen. Morgen hebben we maar 1 verhoor, maar dat begint dus om 1:00. En bij deze sluit ik de vergadering.